Jongens, ik ben zo blij. Ik heb hem gewoon gekocht. Zo, goedemorgen iedereen. Nou, ik ga meedoen met de hype. Ik ga vloggen. Ik heb het niet zelf bedacht, maar er zat iemand laatst bij mij in de zaak. Die zei tegen mij, Bo, hoezo ga je niet vloggen? In een leuke zaak waar leuke mensen komen, bekende mensen, het altijd gezellig. Nou, toen dacht ik echt, nou, dat ga ik echt niet doen. Mijn vader zat ook aan de bar en die zei, Bo, hoe leuk is dat? Dat ga je gewoon doen. Koop morgen maar een camera en probeer het gewoon. Nou, oké, dus ik heb nu een camera gekocht. Een Canon EOS. En dit is dus mijn eerste filmpje. Dus ik ben benieuwd. Het is vandaag maandag. Het is nu 12 uur. Ik kom echt net pas uit mijn bed. Dat is dus het horecaleven wat ik heb. Ik ga nu even mijn mond uitlaten. Dan ga ik douchen. Ik moet om 2 uur bij de tandarts zijn. Die zit hier onder mijn flat, dus dat is wel makkelijk. Dan daarna wil ik even naar de BCC gaan, want ik heb dus nog geen laptop. En ik probeerde laatst al een filmpje te maken via mijn telefoon, maar dat is echt geen optie, want het geheugen zit gelijk vol. Dus ik ga even vragen wat de beste laptop is voor te vloggen. Ik denk dat het wel een Apple wordt, want daar heb je al die videobewerking op. Dus ik merk het vanmiddag wel. Ik moet vanavond ook werken, dus jullie zien meteen waar ik werk. En ja, ik ga nu even douchen aankleden. Zo, ik kom net onder de douche vandaan. Ik ga nu naar beneden toe, mijn haar is nog allemaal nat. Op een of andere manier krijg ik het altijd voor elkaar om te moeten opschieten. Nee Bob, je moet binnen blijven. Ik ben zo terug. Zo, nou ik ga nu naar beneden. Ik ben van de joggingspakken, dus jullie zien mij het meest in een joggingspak. Jeffrey haat het. Dat is trouwens mijn vriend. Dus, ja, trouwens, wat wou ik jullie nog zeggen. Vannacht lag ik dus in mijn bed. En toen ging ik even filmpjes kijken van vloggers een beetje, hoe dat dus gaat. Ik ben serieus gewoon fan geworden van Monica Geuze. Ik vind haar echt zo leuk. Ik vind dat zij het echt leuk doet. Dus dat. Nou, ik ben dus bijna beneden. Zo. En ik moet trouwens naar de mond ingnissen, dus dat is altijd wel chill. Dan wordt mijn mond lekker schoongemaakt. Zo, ik ben nu bij de tandarts. Oh, mijn vriendin werkt hier trouwens, Malou. Hallo. Dus ik ga bij haar liggen. Ze gaat mijn mond even schoonmaken. Nou, Malou is dus nu bij me bezig. Wel een beetje zielig, want ik heb vannacht dus knoflook gegeten. Dus ik stink gigantisch uit mijn bek. Nou, valt wel mee hoor. Zo, we zijn bijna bij de BCC. Ik ga hem maar kopen, de MacBook Air. Ik had even op internet gekeken. Het is gewoon top, want er zit iMovie op. En dan kan je die films werken. En dan heb je André. Er zit hier een Eskimo naast mij, serieus. Skiën of zo. Hi Dre. Zo, we zijn er. BCC. Wat zie je allemaal? Dat is water. Je moet eens een rondje draaien. Ik ben zo blij, ik heb hem gewoon gekocht. De MacBook Air. Oh, nu kan ik mijn vlog gaan plaatsen. Ik ga dat morgen doen, want ik moet nog even affilmen. En nou, ik ben echt benieuwd. Ik vind het ook wel een beetje spannend. Dus, dit is hem. Even openmaken. Zo mooi. Ik ben er echt super blij mee. Zo, ik ben nu bij mijn werk. Nou, hier werk ik dus. Restaurant La Bouchette. Ik moest even wat eerder komen van mijn vader, want het is al druk. Dus ik ga nu naar binnen. Oké. Het is inmiddels 9 uur. Ik ben eigenlijk helemaal vergeten dat mijn collega jarig is. Dus ik ga hem even verrassen met een sterretje. Heb jij een aansteker, pap? Oh, dat is spannend. Even erg. Een muziekje. Nou, dat is niet.
zo. Het is nu 12 uur. Ik ben klaar met werken. Het was op zich wel druk. Nou, gaan we al, pap. Ik heb trouwens het bonnetje van die MacBook heb ik naar je gestuurd. Weet je dat? Staat op je mail. Die moet ik betalen. Nou, voordat ik dit ging doen, dus... Jij gaat vloggen en ik moet betalen. Sorry. Nou, lekker dan. Ik betaal het je later wel terug. Nou, ik ga. Slaap lekker, jongens. Bas, fijne verjaardag nog. Sorry dat ik je was vergeten. Nou, het zal niet meer gebeuren. Ik vergeef het je, Bo. Gelukkig. Nou, wat rusten.